BNR. Aan tafel mijn zakenpartner Paul Lasseur en Jan Kamminga. Hij was tot gisteren voorzitter van FME-CWM, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. In de politiek en het bedrijfsleven blijft het ongesprokene vaak onderbelicht. Toch is er voor ondernemers meer geld te verdienen wanneer zij aandacht zouden hebben voor de non-verbale communicatie. Dat zegt Geert Hommes, deskundige op non-verbale communicatie en oprichter en directeur van Tom Institute. Welkom, Geert. Goedemiddag. Toegepaste non-verbale communicatie, zo heet het boek dat je hebt geschreven. Het is gelukkig radio. Het is radio, dus laten we de luisteraar bij de hand nemen. Wat is jou tot nu toe opgevallen in de non-verbale communicatie van Jan Kamminga? Ik zei al dat meneer Kamminga op tijd zou zijn. Jullie maakten je zorgen. Maar meneer Kamminga is iemand die behoorlijk rationeel georiënteerd is en dat die zo altijd netjes op tijd is. En is dat een karaktereigenschap van... Je kunt een karaktereigenschap noemen. Of, ja, karaktermensen zijn heel erg precies, nauwkeurig, strategisch, goed doordacht. En daarentegen ben jij een stuk sneller. Dus je kunt wel, jij zou wel eens een keer te laat kunnen komen per ongeluk. Nou, dat gebeurt eigenlijk nooit. Tenminste, niet voor de radio, dat is niet handig. Nee. Want je zegt net al even, hè, Jan Kamminga is een rationele man. Want jij maakt drie categorieën, maak jij, hè? Wij hebben in principe drie systemen in ons lichaam. Rationeel, emotioneel en intuïtief. We hebben allemaal een mix van deze in ons lichaam. En meneer Kamminga heeft dat meer de rationele trekken als hoofdmoot in zich. Maar kun je even aangeven, want in jouw boek staat namelijk heel mooi aangegeven... hoe herken ik een emotioneel persoon en hoe herken ik een rationeel persoon? Nou, ik zal even in korte lijnen. Er blijven altijd uitzonderingen mogelijk, dat we dat in de gaten houden. Het intuïtieve persoon, dat is iemand die ik zeg die uit zijn hart functioneert. Dat is iemand die een wat boller gezicht heeft. Die nog wel eens zijn mond niet helemaal sluit als hij klaar is met spreken. Wat weinig lijn in het gezicht. Als die loopt, hangt het hoofd een beetje naar voren. Zijn voeten sloffen een beetje. En dat is iemand die van gezelligheid houdt, contact maken. En een beetje ouwe hoeren bij de koffiemachine. Vindt hij leuk. Schokogen staat er ook. Dat is bij de emotionele persoon. Oh, dat is bij juist. Je bent al een pagina verder. Ja, oké. De emotionele persoon is iemand die eigenlijk niet stil kan zitten. Die is heel bewegelijk. Is iemand die heel veel slikt, waar je veel de tong naar buiten ziet komen. Waar je nog wel eens grote ogen kunt zien waar druk op zit. En dat zijn schokogen. Zie je wat wit om de ogen heen. Maakt snel keuzes, maar later komt hij erop terug... omdat hij dan over de details heeft nagedacht. En denkt, oeh, wacht eens even, de consequenties laten we toch maar niet doen. Geen narigheid, maar gewoon nagedacht over wat het betekent. En de rationele persoon is iemand de derde die juist kan stilzitten... als een standbeeld, als het heel erg is. En wel overwogen is, dunne lip, bovenlip meestal. Iets ingevallen wangen, las ik. Ja? Ja, spanning op de kaken. Ja. Spanning op de kaken. Oké. Ik wil niet zeggen dat iemand alles... Iemand hoeft niet alle kenmerken... Nee, maar daar herkennen we ze dan tenminste aan. En dat is wel de categorie waarin u Jan Kamminga plaatst. Nou, nee, Kamminga heeft... Jullie non-verbale communicatie naar mij is zo van... Even kijken, we schrikken. Ja, we controleren alles wat er nu gezegd wordt. Ik vraag me ook meteen af of u daar dan op let in de praktijk. Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Echt niet? Maar het gaat vanzelf. Ja, je reageert op mensen zonder dat je daar eigenlijk bewust van bent. En ik probeer met mijn training en workshops mensen wat bewuster te maken van het onderbewuste proces. Mensen die een jaar of 50 zijn, die al heel lang in het vak zitten hebben, al door de schade en schande onbewust geleerd hoe het zou moeten. Terwijl de jonge lui dat nog niet de fouten nog gaan maken die de oude mensen al gemaakt hebben. En waar legt u dan de nadruk op? Op de ontvanger of op de zender van die non-verbale informatie? Ik probeer in dit geval heel sterk te kijken van... hoe kan ik mijn boodschap afstemmen op de ander? Komt er iemand binnenlopen in een driedelig pak met een bolhoed en een paraplu? Dan gaan we in het algemeen Engels spreken, want dat communiceert wat effectiever. Ja. Nou kom ik iemand tegen die heel rationeel is... en ik ga contact maken met hem, daar houdt die man dus niet van. Dus het is wat handiger om wat meer in een rationele manier contact te maken. En te weten wat hij belangrijk vindt in de informatie. Die man wil detailinformatie hebben. Terwijl de emotionele man vindt veel meer de grote lijnen belangrijk. Nou, en zo kan ik dus mijn boodschap een beetje afstemmen op het persoon. Nou is jouw stelling dat je kan effectiever verkopen, onderhandelen, ondervragen, managen en werven. Klopt. Met non-verbale communicatie blijkbaar. Of met het herkennen van non-verbale communicatie. Doordat ik weet wie de ander is. Ja? En ik begin in het gezicht te kijken. En ik vind het eigenlijk verder terug in het taalgebruik. En hoe het persoon zich beweegt en kleedt en doet. Zijn keuzes maakt. Kan ik effectiever zijn in mijn verkoopproces. Of in mijn managementproces. Coaching, begeleiding, ondervragen. En wat zijn dan de do's en don'ts? Wat moet je wel doen en wat moet je vooral niet doen? Nou,
Kijk, als je een rationeel iemand tegenkomt, is iemand die een beetje op afstand wil blijven en die korte antwoorden wil hebben. Hij is strak gepland. Houdt in dat je contact maakt met deze mensen, dus even wat minder moet doen, of meer in de u-vorm moet blijven. Ja. En de intuïtieve die houdt er juist van om contact te maken en een beetje te ouwehoeren en dan op het onderwerp in te gaan waar ze op willen praten. Het probleem met dat soort mensen is, als je niet oppast, heb je een heel leuk gesprek gehad. En over alles en nog wat, over politiek, de crisis en alles. Maar niet waar het over gaat als je weggaat. Dus dan moet heel daar erg opletten dat je zorgt dat je de boodschap die je wilt hebben uiteindelijk wel gaat brengen. Nou vind ik het grappige, in dit boek staan ook voorbeelden van mensen die dan vallen in die categorie. Dus bij rationele personen staat er bijvoorbeeld eurocommissaris Nelly Kroes. Dan denk ik, nou, dat kan wel eens kloppen. Dat is een behoorlijk rationele tante, lijkt me. Want anders was ze ook lang niet zo ver gekomen. Maar dan staat er ook Barack Obama. En dan denk ik, Barack Obama, dat is toch helemaal niet zo'n rationeel persoon. Die zou ik dan veel eerder in delen bij een intuïtief of een emotioneel persoon. Nou, emotioneel is meneer Bush. En intuïtief zit meer Mr. Clinton. En meneer Obama zit meer bij de ratio. Dus je ziet ook dat het eigenlijk met al. Maar waarom dan? Hoe herken je dat dan? Want ik zou die indeling niet maken. Ik zie hoe hij zich beweegt. Hoe hij zich gedraagt. Ik zie zijn gezicht. En je ziet ook hoe hij zijn doelen bereikt heeft die anderen niet bereikt hebben. Hij is dus heel goed in strategie uitstippelen. En dat bereiken wat hij bereiken wil. En dat is voor bijvoorbeeld meneer Mr. Clinton een stuk lastiger. Die kan het ook wel, maar het kost hem veel meer moeite. Dus niet van nature zijn stijl. Ik herken het wel, hoor. Ja? Ja, ik herken het wel. Ik zou eerder zeggen, emotioneel, als je toch kijkt hoe die Obama campagne heeft gevoerd. Als die speeches houdt, hoe die mensen weet te motiveren. Denk ik, een emotionele man, daarom loopt iedereen erachteraan. Maar dan zijn dit nog de mensen van wie we het allemaal kunnen zien en ook een aantal jaren achter elkaar kunnen volgen. In de mediacratie waarin we leven natuurlijk, wordt dat heel erg uitvergroot. Dus ik kan me voorstellen dat je achteraf reconstrueert wat voor karaktertype iemand is. Ja, maar het is natuurlijk veel lastiger om al, als je iemand voor het eerst ontmoet en maar één keer zaken met hem moet doen, om hem wel te categoriseren en daar gebruik van te maken. En dan kom je natuurlijk ook meteen in deze wereld waarin we steeds meer skypen, bellen, internet en noem maar op. En we zien elkaar weinig. En in die korte tijd dat we elkaar zien, moeten we wel het vertrouwen opbouwen en de zaak rondmaken. Dat houdt in dat je dus nog preciezer moet zijn in wie de ander is en hem die informatie geven die hij belangrijk vindt. Dus stel bijvoorbeeld, er komt iemand binnen bij een autoverkoopwinkel, een dealer. En dan is het voor die verkoper belangrijk om te weten wat deze man belangrijk vindt. Waarom komt hij bij mij kopen? Nou, stel bijvoorbeeld iemand die de emotionele stijl heeft. Dat is iemand die komt voor status en snelheid. Dat vindt hij belangrijk. Zuinigheid en betrouwbaarheid is iets minder belangrijk. Terwijl de rationele man, meneer Kamminga, vindt de betrouwbaarheid en de zuinigheid wat belangrijker. En daarom rijdt hij in een Lexus, hè? En als die verkoper, en als die verkoper nou bij wijze van spreken het door elkaar haalt, dan schiet hij mis. Maar een goede verkoper zal dit intuïtief al lang doen. Die kunt u niks meer leren. Als hij in jaren 50 is, heeft hij dus gehad. Heeft hij alles al een keer bij de hand gehad. Precies, en dan weet hij het ondertussen wel. En ik probeer juist, voor dit soort mensen zal mijn trainingen veel meer een aha-leven. Oh, natuurlijk, daarom ging het niet. En voor de jonge mensen, die leren het al. Kijk, en als je bijvoorbeeld een vierwiel aangedreven systeem wil verkopen aan die mannen, meneer Kamminga wil het voor de veiligheid hebben en dat de winter dat hij goed door de bocht kan. Ja. En de staatsman wil dat hij hard door de bocht kan. Ja? Oké. Okay. Want in uw boek omschrijft u namelijk ook de communicatiestijlen van de verschillende categorieën. Hè, of mensen bijvoorbeeld in het heden of in het verleden of in de toekomst praten. Hoe zit dat? Nou, je kunt dus, ik zeg het al, aan het gezicht zien. Je kunt het aan het lopen, aan het bewegen zien. Maar ook in het taalgebruik. Dus de intuïtieve man praat veel meer in een nostalgische sfeer. Die zegt veel meer hoe het was, hoe gezellig het was en zo. De emotionele man die gaat nu op pad. En de rationele man gaat eerst nadenken voor hij iets doet. En die praat meer in de toekomst. Oké. Okay. Nog even een paar voorbeelden dan toch. Berlusconi. Die staat momenteel voluit in de pers en de krant op televisie. We zien hem overal. Ziet u nou aan zijn non-verbale gedrag tijdens zijn afscheidstoespraak dat hij nog een list achter de hand heeft? Nou, hij heeft zeker een list achter de hand. Maar dat zag u ook wel aan zijn. Maar goed, 17 jaar is hij al bezig natuurlijk. En als je ook ziet hoe hij heeft echt zijn politieke carrière gebruikt om zijn bedrijven groter te maken. Dat is allemaal zwaar doordacht. En je moet je afvragen wat voor mate deze man helemaal oprecht en eerlijk is. Ik denk het allemaal met twijfels over. Dus hij heeft zeker nog streken achter de hand waar we misschien nog van verrast zullen zijn. Oké, dichter bij huis, Mark Rutte? Mark Rutte, dat is een aardige man. En, welk type? Mark zit wel in de intuïtieve, rationele sfeer. Maar dat is een crossover. Je hebt altijd een mix van de drie. Het is niet zo dat je één van deze stijlen hebt. Alleen één heeft de voorkeur. En als het spannend wordt, laat je die meer zien.
En kan je met iets heel raars hoor, met plastische chirurgie het een handje helpen bijvoorbeeld? Als je denkt, ik wil een wat andere uitstraling. Ook met het oog op het bereiken van je doelen. Bijvoorbeeld als iemand botox heeft gehad, verdwijnen de lijnen uit het gezicht en wordt wat moeilijker. Ik zeg een dunne lip. En die botox kan je geen auto meer verkopen. Jawel, maar dan heb je kans dat als je het puur alleen maar gaat doen op wat je ziet en niet luistert, want dan blijft natuurlijk het gesprek blijft hetzelfde, iemand loopt, verandert niet. Heb je kans dat je misschien wat meer moeite hebt om het te verkopen. En is het dan ook zo dat rationele leiders graag die grote ogen willen hebben en daardoor wat sneller een facelift nemen? Nou, het is niet te plannen. Het gebeurt gewoon. Het is zo of het is niet zo. Je kunt het niet veranderen. In crisistijd, hè, in het bedrijfsleven, dat toch veel topmensen die er even uit liggen, die laten zich toch helpen bij de plastische chirurg om op de arbeidsmarkt weer goed te rantreden. Nou, Berlusconi is een typisch voorbeeld ervan. En dat verstiert ook een beetje om het wat moeilijker is om in te schatten bij. Want natuurlijk allemaal facelifts heeft gehad en andere botoxbehandelingen en zo. Oké, nou, we zullen nooit meer hetzelfde kijken. Toegepaste non-verbale communicatie. Boek van Geert Hommers. Hij is deskundige op non-verbale communicatie. Hartelijk dank voor de uitnodiging.